Max, uitgeschakeld in de beker tegen Ajax. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? We begonnen een beetje moeizaam, de eerste 10 minuten. En daarna kwamen we iets beter in de wedstrijd. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben. Zelf een aantal kansen gecreëerd. Dus zonder dat je hem verliest. En met welk gevoel gingen jullie de rust in? Ja, op zich dat het gevoel dat er niet zoveel aan de hand was eigenlijk. We kregen wel kansen, de kansen kwamen nog wel, zeg maar. Dat gevoel hadden we. En dan moet je hem maken als die komt. Ja, en helaas valt hij voor hun. Ja, en dan valt hij voor hun en dan wordt het ook wel heel lastig, hè? Ja, dan wordt het inderdaad wel lastig. Dan probeer je nog te forceren. Dan probeer je nog via de zijkant de ballen in te brengen om kansen te creëren. Maar het mocht niet baten. Hoe was het om in deze ambiance te mogen voetballen? Ja, natuurlijk is dat heerlijk als je weer lekker in het stadion mag spelen. Natuurlijk, ik moet het doen met wat minder minuten. Maar als je er dan weer mag staan tegen Ajax, dan dat is heerlijk. Ja, je zegt het zelf, je mag er weer staan. Hoe is deze week voor jou verlopen? Ja, eigenlijk zoals elke week begint. Gewoon normaal op de training. Uiteindelijk hoorde ik dat Mees en Julio dan last hadden, geblesseerd waren. Dus dat was afwachten. En ik moest wel in mijn achterhoofd houden van... De kans is er dat je gaat spelen en dat je gaat starten. Daar was ik op voorbereid. Ik was er klaar voor en uiteindelijk bleek het zo te zijn. Dus toen mocht ik er staan. Ja, en dan word je vanochtend natuurlijk wakker met het idee dat je in de basis gaat starten tegen Ajax. Met wat van gevoel word je dan wakker? Zenuwachtig? Ja, op zich wel een lekker gevoel. Ik had er wel zin in. Wel een beetje zenuwen natuurlijk. Want het is wel op zich een grote wedstrijd. Dus ik had een klein beetje spanning. Maar dat is ook goed, dat houdt je scherp. Zodra de wedstrijd begon, eigenlijk was die spanning weg. En dan moet je er gewoon staan, wat ik al zei. Vond je dat je er stond? Ik vond dat het redelijk ging. Wel oké. Ja. En dan natuurlijk op naar meer? Ja, zeker. Dit smaakt naar meer. Top, dankjewel.